Nog maar een paar dagen tot aan kerst en het is de grote vraag of deze kerstman zich ook dan in een winters landschap gaat bevinden of dat we net als voorgaande jaren in de zachte lucht terechtkomen en dat het landschap met kerst er eerder zo uitziet met kerstballen boven een groene grasweide. De afgelopen dagen zat er veel onzekerheid in de weersverwachting. Dat is er nog steeds wel, maar geleidelijk begint wel het een en ander duidelijk te worden. Ik heb hier het Amerikaanse weermodel erbij gepakt. Dit is voor kerstavond, de aanloop naar kerst. En wat we zien in het weer boven onze omgeving is dat vanuit het noordoosten komt koude lucht geleidelijk onze kant op. Maar als we dan ten westen van ons kijken, zien we een lage drukgebied boven de Atlantische Oceaan in Ierland. En daar hoort dan weer juist hele zachte lucht bij. En die grens tussen die zachte en koude lucht komt eigenlijk pal boven Nederland te liggen. En dat heeft ook grote invloed op het regionale weer tijdens de kerstdagen. Op kerstavond komt die koude lucht vanuit het noordoosten dus dichterbij. Er kan misschien wat neerslag uitvallen, maar de meeste neerslag zien we op eerste kerstdag vanuit het zuidwesten komen. Er verschijnen ook wat paarse kleuren in de kaart. En op die overgang tussen die zachte en koude lucht kan dan dus wat winterse neerslag gaan vallen. En op tweede kerstdag zien we vanuit het zuidwesten opnieuw een storing komen aanzetten. En die trekt dan geleidelijk steeds verder over het land. In het zuiden in die zachte lucht levert die storing regen op. Maar op dat overgangsgebied gaat dat over in natte sneeuw en misschien ook in ijzel. Vooral dan ook in het noorden van het land. En dat kan dan ook verraderlijke gladheid opleveren. Nou, hoe ziet dat er dan in de kaart uit? Op eerste kerstdag heeft het noorden van het land eigenlijk een hele mooie winterdag. Met temperaturen net boven het vriespunt. Ook nog geregeld wat ruimte voor de zon. Maar vanuit het zuidwesten trekt er dan dus die storing over. En op dat grensgebied kan daar dan dus wat natte sneeuw of wat sneeuw vallen. Misschien ook wat ijzel met temperaturen zo net boven het vriespunt. En in het zuiden van het land is het dan een graad of 6. En in die zachte lucht valt die neerslag daar voornamelijk als regen. Dat patroon blijft op tweede kerstdag eigenlijk ook in stand. In het noorden temperaturen zo rond het vriespunt. En dan verder naar het zuiden komen we steeds meer in die zachte lucht. En gaat die neerslag over van een mix van winters en regen naar gewoon regen. Maar later, wanneer die storing dus vanuit het zuidwesten dan overtrekt, kan vooral in het midden en noorden van het land dan verraderlijke gladheid door ijzel optreden. Pas tweede kerstdag dus even goed op als je met de auto op bezoek gaat bij familie. En dan na de kerstdagen, dan gaat die temperatuur geleidelijk in de lift. Komt de zon weer steeds meer terug in het weerbeeld. En die maandag lijkt dan eigenlijk ook een hele rustige dag te worden. Maar tijdens kerst dus die tweedeling tussen het noorden en het zuiden van het land. Met dus kans op gladheid en plaatselijk ook wat winterse neerslag.